Mentale gezondheid is net zo belangrijk als onze fysieke gezondheid, zegt Eva Stroo, die al 14 jaar psycholoog is. Elk jaar wordt op 10 oktober de Dag van de Mentale Gezondheid herdacht. Deze dag is bedoeld om meer bewustwording te creëren en om de geestelijke gezondheidssector wereldwijd te ondersteunen. Volgens Stroo heeft de mentale gezondheid grote invloed op de fysieke gesteldheid. Derhalve mag er niet lichtelijk mee worden omgegaan. Nee, het is heel belangrijk, want zoals we ook in Suriname al zien, zijn denk ik niet zoveel mensen er echt van bewust, helaas. En moeten we eigenlijk de awareness meer creëren, zodat mensen wel denken, hey, het is oké om meer aan zelfzorg te doen voor hun mentale gezondheid. Of juist even met iemand te praten die zich niet zo fijn voelt. Want ja, helaas staat Suriname op nummer 5 van de wereld wat betreft suïcides. Dus dat zegt eigenlijk wel hoe slecht het helaas gesteld is met de mentale gezondheid in Suriname. Stroo stelt dat zelfreflectie heel belangrijk is bij het gezond houden van je mentale staat. Een creatieve uitlaatklep, zoals bijvoorbeeld schilderen of schrijven, kunnen bijdragen aan het verwerken van de opgekropte emoties. De taboesfeer die anno 2022 nog heerst over het bezoeken van een psycholoog moet worden verbroken, zodat een ieder op zijn gemak kan werken aan een gezonde mentale staat. Het is van eminent belang dat jij je emoties uit, want alleen op die manier kan jij beter met ze omgaan, merkt de psycholoog op. Weet je, we zijn allemaal mensen. Iedereen maakt wel eens iets mee in hun leven. En vaak maken we meerdere dingen mee in ons leven die gewoon vervelend zijn. We verliezen mensen, relaties gaan voorbij. Het kan van alles zijn. Of iemand loopt een trauma op. En dat gebeurt. Maar je kan er wel goed overheen komen en je kan het goed verwerken als je in gesprek gaat met iemand. En soms heb je daarvoor gewoon net iets meer nodig. Maar dat is oké. Want iedereen, nogmaals, maakt dingen mee. Maar ja, je kan er alleen maar weer sneller vanaf zijn door ermee te leren dealen, door met iemand in gesprek te gaan en dingen te leren hoe je er op een juiste manier mee om kan gaan. Zodat je in de rest van je leven geen last meer van hebt. Ik denk juist dit soort dingen doen, gewoon echt awareness vergroten van zo'n Mental Health Day. Steeds meer outreaches doen, zodat mensen denken, hey, het is wel normaal. Om nogmaals het besef moet gewoon komen dat iedereen wel eens met dingen deelt. En dat je het echt niet helemaal gek hoeft te zijn om naar een psycholoog te gaan. He, want je kan gewoon in gesprek gaan, ook door even wat vaardigheden aan te leren. Dus ik denk dat we in ieder geval de awareness moeten vergroten. Misschien ook juist al op scholen moeten beginnen met trainingen en met meer kennis over mental health. Zodat iedereen van jongs af aan leert dat het gewoon oké is om erover te praten. De situatie over de mentale gezondheidszorg in Suriname baart de psycholoog zorgen. Daarom vindt Stroo het belangrijk dat de beleidsmakers serieuzer omgaan met dit vraagstuk en de nodige helpende hand bieden.